Goeiedag. In dit filmpje wil ik graag iets vertellen over wiskunde D aan de hand van 6 vragen. Vraag 1. Wie geeft het? Wiskunde D wordt gegeven op de Talentacademie van Pieter Jelles en wordt gegeven door mijn collega Dennis van der Wouden en ikzelf, Erik Kleppen. Waar wordt het gegeven? Omdat de meeste leerlingen van het lyceum komen, worden de lessen op dit moment ook op het lyceum verzorgd. Vraag 3. Wat is wiskunde D? Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wiskunde A, wiskunde B en misschien ook wiskunde C. En wiskunde D is eigenlijk een uitbreiding, een aanvulling op wiskunde B. Behandeld worden onderwerpen zoals complexe getallen, kansrekening, combinatoriek, dynamische systemen, matrixrekening. Het is een uitbreiding van de stof die bij wiskunde A en wiskunde B gegeven wordt. Vraag 4. Voor wie is wiskunde D bedoeld? Wiskunde D is vooral bedoeld voor leerlingen die HAVO of VWO volgen en een exacte vervolgopleiding willen doen. Maar ook andere leerlingen die een ander profiel hebben, kunnen het kiezen in de vrije ruimte. Voorwaarde is wel dat je wiskunde B volgt en dat je wiskunde leuk vindt en er ook redelijk goed in bent. Vraag 5. Vanaf welk leerjaar kun je wiskunde D volgen? Dat is voor HAVO vanaf jaar 4, dus in de 4e en de 5e. En VWO vanaf klas 5, dus de 5e en de 6e. Je hebt 2 uur per week les en daarna ongeveer nog 2 uur thuis de tijd om vragen te maken nodig. De laatste vraag, is er een centraal schriftelijk? Nee, er is geen centraal schriftelijk, er is alleen een schoolexamen. Dus je eindcijfer wordt bepaald door de periodes, de cijfers van, die je gehaald hebt in jaar 5 en 6 of in jaar 4 en 5 voor HAVO. En verder is er geen centraal schriftelijk. Nou, dat was in het kort iets over wiskunde D. Bedankt voor je aandacht. Heb je nog vragen? Dan kun je altijd mailen naar ekleppen@pj.nl.